Hoi, ik wil het even heel kort hebben over kennis en over de neiging van mensen om dingen te weten, te snappen, bij elkaar te harken, feitjes te stapelen om zich te ontwikkelen, om hun brein vol te stoppen met brokjes. Dat heeft absoluut een functie in ons leven, maar als kennis genoeg was om wezenlijk te veranderen op momenten dat we ons ongelukkig voelen en een bepaalde kant op gaan die we niet willen, dan zou nooit iemand in de shit zitten. Dan zouden we gewoon een boek pakken, we zouden naar iemand luisteren, we zouden een podcast opstarten en daarna zouden we helemaal klaar zijn, zouden we het weten, zouden we weer de goede kant op gaan. Kennis heeft een heel groot gebrek en dat is eigenlijk dat het feitelijk heel oppervlakkig is en dat het niet de ruimte biedt voor de menselijke ervaring zelf, voor hoe wij in het moment overweldigd kunnen raken door primitieve systemen, door ingesleten patronen, door oude gewoontes. Hè? Ga maar na. Iedereen die op oud en nieuw, met oud en nieuw, rond oud en nieuw, zich voorneemt om dingen anders aan te gaan pakken, wil dat ook graag op dat moment. En dan kunnen we heel voortvarend beginnen. We hebben het abonnement op de sportschool en de nieuwe kleren, de sportschoenen liggen in de kast en de yogamat ligt klaar. En dan doen we het een dag, twee, drie, vier, misschien een week. En altijd, bijna altijd kakt het in. Is er een moment dat we even geen zin meer hebben, dat het even te veel is, dat we liever even op de bank gaan liggen dan door te zetten. En dit kent iedereen. Terwijl we weten wat we moeten doen. We hebben het boek gelezen, we hebben de cursus gevolgd, we hebben de video's bekeken. We weten wat we moeten doen. We weten wat er nodig is. We weten waar we heen willen. Wat is het probleem? Het probleem is dat we overweldigd raken door het leven zelf. En dan afhaken. We denken, ah ja, ik moet naar buiten, maar het regent, daar heb ik geen zin in. En dan laat maar zitten ook eigenlijk. We lopen tegen onze eigen beperking aan. De beperking van onze bereidheid om dingen te ondernemen terwijl we er geen zin in hebben. We lopen tegen onze eigen grenzen aan van hoe we door patronen heen kunnen kijken en heen kunnen breken. We lopen aan tegen onze diep ingesleten neiging om naar fijne gevoelens toe te gaan en ons af te wenden van onprettige gevoelens. Om te kiezen voor datgene wat op de korte termijn fijn en goed voelt en datgene wat op de korte termijn vervelend voelt uit de weg te gaan. Terwijl dat vaak de weg is naar een goed gevoel op de lange termijn. Dus we kunnen alles weten. We kunnen elk boek ter wereld in ons hoofd hebben. We kunnen hele bibliotheken hebben over hoe we dingen moeten doen. En toch lukt het vaak niet. En dat is omdat alle wezenlijke verandering die blijvend is, is niet een kwestie van kennis. Het is een kwestie van wat er in jou gebeurt van binnen. Het is een kwestie van wijsheid, een kwestie van inzichten. Dat is iets dat komt helemaal niet uit boeken. En als mensen bij mij komen, hebben ze heel vaak de vraag, heb je tips om dit en dat voor zus en zo? Heb je drie tips? En tegenwoordig zeg ik heel flauw van, ja, nou ja, in de keuken is het bijvoorbeeld handig om basilicum op een schoteltje te zetten. En omdat als tips zouden werken in gevallen van grote problemen van verslaving of van depressie of angst of weet ik veel, sociale fobie of wat dan ook, dingen waar mensen mee zitten. Ik kan geen keuzes maken. Ik weet niet of ik alles uit het leven haal. Als tips zouden werken, dan zouden we allemaal iedere dag een blog lezen of één keer een blog lezen, door de vijf punten heen gaan en dan zouden we good to go zijn, dan zouden we klaar zijn. Hoe vaak heb jij iets gelezen of gehoord waarvan je dacht, er zit wat in. Ja, logisch. En vervolgens deden er niks mee. Hoeveel mensen die roken weten dat ze zichzelf naar de tyfus helpen daarmee? Hoeveel mensen die willen gaan sporten, die willen gaan veranderen wat dat betreft, die hun levensstijl willen omgooien, weten dat als ze afhaken, dat het dan niet lukt? Weten dat ze door moeten zetten? Verandering speelt zich af op een heel ander gebied. Verandering speelt zich af op datgene wat niet verandert binnen jou, wat altijd hetzelfde is, waar je altijd op terug kunt vallen. Dus we hebben allemaal impulsen, we hebben neigingen en die neigingen zijn,
worden allemaal geregeerd door de korte termijn. Dus je wil inderdaad heel graag, weet ik veel, wat afvallen en wat meer spieren ontwikkelen. Dat wil je graag, want daar heb je allemaal ideeën bij wat dat voor je gaat betekenen. Dus je begint enthousiast met dat hele plan. Maar omdat op de korte termijn merk je er heel weinig van. En dat is heel teleurstellend. Wij voelen ons dan op een of andere manier niet meer gemotiveerd. Als jij een week traint en je kijkt ernaar in de spiegel en je denkt, ja, er is helemaal niks gebeurd. Dan is het heel logisch dat je teleurgesteld bent en dat je denkt, laat ik maar zitten. En vooral als je ontevreden bent en ongelukkig bent op dat moment en je weet iets wat jou op korte termijn kan bevredigen, een stuk taart of whatever, 16 uur Netflix kijken, dan kies je daarvoor, want dan op dit moment is dat de meest logische oplossing. En dat is hetgene waar we eigenlijk altijd de mist in gaan. Dat we onszelf niet goed genoeg kennen om daar doorheen te breken, om daar doorheen te laveren. We laten ons heel snel uit het veld slaan. Mensen die heel bang zijn bijvoorbeeld en die tips willen, zijn uiteindelijk heel erg gebaat bij hun weten dat ze oké zijn. Niet bij een intellectueel weten, maar bij een gevoelsmatig weten. En daar is te weinig aandacht voor. We hebben te veel respect voor het intellect. En kijk maar eens naar mensen, hele slimme mensen, mensen die heel veel weten. Denk je nou dat die allemaal heel gelukkig zijn? Het vergaren van kennis is handig en relevant voor heel veel dingen die we doen in ons leven. Maar het zijn altijd praktische dingen. Je gelukkig voelen, wat heel abstract is. Vriendschappen onderhouden, wat heel abstract is. Liefde ontwikkelen voor andere mensen. Vervulling vinden in wat je doet in je leven. Het is allemaal super abstract. Dat vind je nooit door kennis. Nooit. Kennis is kill en kennis is iets wat ontwikkeld is, gevonden is. Gecultiveerd is door andere mensen, wat jij aangereikt krijgt. En wat je dan hopelijk kunt gebruiken in praktische zin. Wat je nodig hebt is wijsheid. Wat je nodig hebt is een dieper weten dan het weten dat jou is aangereikt door de maatschappij en door boeken en kranten en school en je ouders. Wat je nodig hebt is een universeel, fundamenteel weten, vertrouwen in jou. En dat hebben we allemaal. Dat is wat we allemaal zijn. Die toegang hebben we allemaal. We kunnen dat allemaal vinden. Het is het onveranderlijke deel in jou. Het is datgene wat zich bewust is van alles wat je meemaakt. Daar vind je de antwoorden op je levensvragen. Daar vind je de bron van liefde. Daar vind je de bron van creativiteit, van plezier, van nieuwsgierigheid. Van ontdekken, van verwondering, van veerkracht, van dingen aankunnen, van je door dingen heen slaan. Dat is als alles wegvalt, als alle flauwekul wegvalt, als we in situaties zijn die ons bedreigen, die onze psychologie ernstig op de proef stellen, de psyche. Daar vinden we, in de bodem van onszelf, vinden we wat we waard zijn. En daar hoef je niet voor bijna dood te gaan of door vreselijke dingen heen te rollen. Omdat datgene wat je vindt in die momenten, wat veel mensen vinden in momenten waarin ze voor de rest van hun leven alles relativeren. Dat is er al, voordat je in een lastig parket komt en voordat het heel lastig voor je en vervelend voor je wordt. Ik kan niet uitleggen hoe je gelukkig moet worden. Wat ik wel kan doen, is zorgen voor een sfeer, een atmosfeer, een ruimte waarin je je afhankelijkheid aan denken even loslaat. En je afhankelijkheid aan weten en vergaren en snappen, snap ik het wel, even loslaat. Want dan komt je wijsheid naar boven, tussen de momenten van weten. Weten is denken iets te weten, is eigenlijk het blokkade, het blokkeert leren. Ik weet het al, dus ik hoef niet nog een keer naar te kijken. Ik weet hoe dit werkt, ik snap het, ik heb het gelezen, ik snap het. En dit hoor ik zo vaak dat mensen zeggen, ja, maar ik snap het, ik heb het gelezen, ik heb gelezen hoe het werkt. Waarom voel ik het niet? Omdat dat twee verschillende dingen zijn. Snappen kan je op weg helpen, weten kan je op weg helpen, het intellect kan je op weg helpen. Maar er is een moment van genade nodig, er is een moment van inzicht nodig, een moment van realisatie waarin je datgene wat je al lang snapt ineens voelt.
waarin het ineens vlees krijgt, ineens lading krijgt, ineens kracht krijgt. Als je dat niet hebt, dan blijf je een theoreticus. En dan kan je prachtige toespraken houden over geluk en het bereiken van zelfrealisatie en verlichting en al die andere prachtige termen en dingen waar sommige mensen naar verlangen. Maar dan voel je het niet. Dan zit het in je hoofd. En het vinden van wie je bent en het vinden van bevrediging en tevredenheid en geluk en zingeving speelt zich op een heel andere plek af. En dat is de kunst. Die plek vinden, daarop vertrouwen, daarna gaan leven. En ondertussen, je intellect is fantastisch. Het is hartstikke fijn dat het er is. Maar bij de meeste mensen speelt het een veel te grote rol. En draait alles om het intellect. Er is een andere plek. Er is een plek die dieper is en die meer solide is. Die niet de hele tijd iets anders beweert, zoals je hoofd. Die niet de hele tijd met andere voorwaarden komt, zoals je hoofd. Die niet de hele tijd op je flikker geeft als je iets fout hebt gedaan. Wat eigenlijk al bepaald werd door je hoofd, omdat je het moest gaan doen. Dat is de dans waar we in zitten. Dat hoofd dat alleen maar roept en schreeuwt en wijst en moord en brand schreeuwt. Daaronder is een plek van rust. En je kunt het zien als de oceaan. Die kan stormen en de golven kunnen 10 meter hoog zijn. Maar ga een paar meter de diepte in. En dan wordt het vanzelf rustig. Daar is het altijd rustig. Dat hebben wij ook. Wij hebben dat in ons. En dat is de plek die je zoekt. Want dat is de plek die alle dingen ontsluit die je zoekt. In de zin van de rijkdom die we als mens kunnen ervaren. De mooie, wonderlijke, frisse, kleurrijke, bijzondere, heldere dingen die we kunnen meemaken. Daar vind je de motivatie en de inspiratie om uit je bed te komen en te denken, fuck, ik leef. Ik mag dingen gaan meemaken. Dingen die ik misschien saai vind. Maar ja, ik mag ze meemaken. Dus eigenlijk kunnen ze niet eens saai zijn. Want ik maak ze mee. Ik leef. Ik heb ervaringen. Dit raken we vaak kwijt als we grote mensen worden. Dit directe, rauwe enthousiasme. Dat met grote open ogen de wereld inkijken. En zien hoe bijzonder het is. Een wonder het is dat je dit lijf hebt. Dat je kunt gebruiken om al die ervaringen te hebben. Dat we al die dingen kunnen voelen. Al die nuances. Dat we iets voor iemand anders kunnen voelen. Dat we iets tegen iemand anders kunnen voelen. Dat we kleuren kunnen zien. Dat we verlangens hebben. Dat we bang zijn. Dat hele scala. En we raken kleiner en kleiner en kleiner en kleiner en beperkter en beperkter en angstiger en angstiger en angstiger. Maar het hoeft niet. De vrijheid zit nog steeds 100% in jou. Alles wat je hebt gezocht, alles wat de ramen open kan gooien, is in jou aanwezig. En het vinden daarvan begint met het vertrouwen erop. Fijne dag.